Michiel. De voetbalcarrière van Michiel van Maarseveen zit erop. Mr. ARC mag hij zichzelf noemen, omdat hij de speler is met de meeste wedstrijden in het eerste elftal van de Alfse Racing Club. In 12 seizoenen bij ARC kwam hij tot 341 wedstrijden voor de hoofdmacht. En dat verdient een afscheidsduel. Ja, supermooie dag. Het is leuk om al die maten van vroeger weer bij elkaar te zien. En daar met z'n allen wat te eten en in de kleedkamer verhalen van vroeger op te halen. En dan is het leuk dat je tegen je huidige elftal speelt waar je 6 jaar mee speelt. Dus super dat ze dit regelen. Als je 29.724 minuten in het eerste elftal van ARC hebt gespeeld, tegen 112 verenigingen, met 135 medespelers en onder 9 trainers, heb je natuurlijk het nodige meegemaakt. De mooiste verhalen zijn wel uit het jaar hoofdklasse, dat we promoveerden naar de topklasse en topklasse dat we erin bleven. Als Patrick Vermeulen de bal in het doel schiet, dan is ARC topklasser. Patrick Vermeulen, de bal ligt op de stip. Het fluitje klinkt van de scheidsrechter. De aanloop van Vermeulen. Vermeulen, hij scoort! Hij scoort! ARC is topklasser! Zaalman, de watervlugger rechtsbuiten. Combinatie gezocht met Van Gol en daar is de afronding. 1-0 voor ARC, maar ARC handhaaft zich wel. Dat was het hoogtepunt, dieptepunt laat zich ook raden. Dieptepunt was 2 jaar later inderdaad, dat we 2 jaar achter elkaar eruit knikkerden. In het eerste jaar was prima, was kwaliteit. Maar het tweede jaar, dat had niet mogen gebeuren. Je zag het aankomen en je weet dat het ging al niet best. Het was bijna wachten tot dat zou gebeuren en nu is het definitief. Het seizoen is nog niet afgelopen. Maar ARC weet dat het zich kan opmaken voor de hoofdklasse. Dat is een onontkoombaar feit. En is het Joey van Tol die de 4-2 op het scorebord brengt. Met nog 4 minuten te spelen. En voor het tweede achtereenvolgende jaar degradeert ARC nu naar de eerste klasse. Maar juist de seizoenen voordat ARC in 2012 voor de tweede keer op rij degradeerde, waren tropenjaren. Eerst promotie naar de hoofdklasse en een jaar later lijfsbehoud. Vervolgens het bereiken van de topklasse. Handhaving op datzelfde hoogste niveau en uiteindelijk toch degradatie. We hebben met ARC op dat moment dat ik hier was 3 jaar lang het hoogste amateurniveau gespeeld. Dus het eerste jaar in de hoofdklasse. Nou, gingen we mee naar de topklasse. Daar zijn we 2 jaar gebleven. En daar heeft Michiel natuurlijk ook vanaf minuut 1 tot aan mijn laatste minuut deel van uitgemaakt. Ja, de promotie naar de topklasse. En ik denk vooral de wedstrijd, misschien het jaar daarvoor tegen Excelsior moest luisteren, dat we het gewoon de laatste minuut redden, waardoor we niet degraderen. En het jaar na eigenlijk promoveren naar de topklasse. Weet je? Ik denk dat hoogst haalbare was en voor deze club bijzonder mooi. Schaafsma, kan die dan nu gaan nemen? Gaat het een streep worden of een krul? Het wordt een streep, een harde schot van Schaafsma. Ja! Schaafsma is de held! Schaafsma brengt ARC de zegen. En Schaafsma zorgt ervoor dat ARC nog een wedstrijd te gaan heeft in de strijd om handhaving in de hoofdklasse. Oi, 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 dit is echt een ontknoping. 3 minuten in de blessuretijd bijna. En Stefan Schaafsma is de held aan Alphense zijde. Tavernier. Op Van Beest. Van Beest is er door. Tussen 2 verdedigers. Komt dan toch nog tegen de bal aan. Ja, Van Beest die maakte 4-2 in de laatste minuut van deze wedstrijd. De man die altijd doorgaat. En dat wordt nu beloond. En ARC blijft in de hoofdklasse. En de spelers uit die tijd werden uitgenodigd om mee te doen met de afscheidswedstrijd van Michiel van Maarseveen. De tegenstander was het huidige eerste elftal van ARC. De ploeg waarmee Van Maarseveen dit seizoen net niet promoveerde naar die o zo gekoesterde hoofdklasse. Michiel was voor mij altijd een hele stille kracht. He, op het moment dat ik hem niet hoorde, ook in het veld en op de trainingen, hij deed zijn ding, hij koosde zijn ploeggenoten aan. Maar Michiel was er altijd, ondanks dat je hem eigenlijk hij was niet nadrukkelijk aanwezig in de kleedkamer. Maar hij deed zijn ding en dat deed hij naar behoorde. En hij speelde altijd gewoon een voldoende. Binnen het veld, liep ik meer de hele linkerflank liep ik over en Michiel hield gewoon rustig de balans in.
Zodat iemand die weer mijn man kon overnemen, zodat hij er gewoon altijd stond. En buiten het veld was ik een beetje de gangmaker. En Michiel die hield het altijd lekker rustig. Maar je wist gewoon wat je aan ons allebei had. Ik ging lekker de diepte in. Michiel bleef altijd staan. En de buiten was ik voor het feestje. En met Michiel kon je gewoon lekker rustig een babbeltje maken. Als je Michiel nu ziet spelen, die voert zijn taak gewoon uit. Ook als het zijn wedstrijd is, als het om hem draait. Hij doet geen gekke dingen. Het is niet dat hij zegt, ik ga lekker voorin lopen. Nee hoor, die voert zijn taak uit, levert keurig die bal weer in. En precies zoals je hem kent, waar hij ook gewoon hartstikke goed in is. En zo speelt hij natuurlijk ook gewoon nu zijn potje uit. Ja, iedereen beschrijft hem een beetje als de ideale schoonzoon. Maar heb je nog een mooie anekdote over hem? Ja, ik heb er wel een paar. Maar ik weet niet of dat... Ja, moet ik even nadenken. Misschien schiet me straks nog wat er binnen, Anif. Eerst zei hij heel erg weinig. Dat was ook niet echt een beetje zijn taak. Toen hadden een beetje andere jongens die Timo sleept aannamen. En ik denk dat hij... Toen wij zijn weggegaan, dat hij het echt heel goed heeft opgepakt. En van daaruit, omdat hij al zoveel wedstrijden had gespeeld in het eerste, is hij gewoon een zware steunpilaar hier geworden. En ja, een rustige uitstraling, dat past ook gewoon bij ARC. Altijd netjes. En dat past gewoon bij de club ARC. Michiel is wat dat betreft een no-nonsense figuur. En hij staat altijd zijn mannetje. Hè. Is, kan je nooit ruzie mee krijgen met die jongen. En ik denk dat dat gewoon bij ARC heel goed past. Weet je, je hebt altijd wel een paar verdettes en... En Michiel was geen vedette, maar was gewoon een jongen die er altijd stond. En ik denk in mijn ogen denk ik de beste respect die ik bijna heb meegemaakt. Vanuit de club en voor Michiel natuurlijk een heel mooi eerbetoon voor hem. En dat ze dit voor hem organiseren zegt iets over wie Michiel is. En dat de club hem daarin ook waardeert. Want op Van Maarseveen viel vrijwel nooit iets aan te merken. Slechts 15 gele kaarten en 1 rode kaart kreeg de verdediger in die 341 wedstrijden. Er waren maar 24 duels bij waarin Van Maarseveen voortijdig werd gewisseld of als reservespeler moest invallen. 6 keer scoorde hij in totaal. Penalty genomen door Van Maarseveen. 1-2 de voorsprong voor ARC. Jouw mooiste goal? Het zijn er niet zoveel. Amstel Cup. Voorzet die ik erin kopte in de Amstel Cup. En die andere was uit de kluts. En een paar pingels en meer was het niet. Gevaarlijke vraag. Beste teamgenoot in al die jaren? Beste teamgenoot? Ik denk degene met wie ik ook het langst heb gespeeld, met Derek samen. Waar zit hem dat dan in? In een band die je samen ontwikkelt. Je staat samen achterin en je weet donders goed wat je wanneer aan elkaar hebt. Beste tegenstander? Er zijn er meerdere, maar ik denk Heracles Almelo. In de Amstel Cup, daar was duidelijk de beste. Beste trainer? Ja, er zijn er meerdere en allemaal... hebben ze goede en minder goede dingen, maar achteraf ben ik vurend steeds meer gaan waarderen. En vandaar dat hij hier ook op de bank zit vandaag. Het huidige ARC 1 won de afscheidswedstrijd met 3-2 van Michiel's Dream Team. Behalve Lavinio Weidenbos, Stefan Schaapsma, Edwin Vurens en Gert Labots waren oudspelers als Marcel Vondeling, Remco Tuinenburg, Sergio Ommel en deze Jason Essenboom aanwezig. Als eerbetoon aan Michiel van Maarseveen komen aan de gevel van de kantine van ARC 2 grote plakaten met zijn afbeelding erop te hangen. Zelf gaat Van Maarseveen volgend seizoen voetballen in een lager elftal. Zou ik toch nog willen afsluiten met een anekdote? Kom ik straks bij je terug, Anif. Als de camera niet meer draait zeker? Ja, denk het wel. Is dat verstandiger? Nou, het is niet dat hij heel veel te verbergen heeft, maar ik moet er even over nadenken. Dan komen er wel een paar mooie boven.